Oh, hé, je bent ook hier. Nee, we zijn echt steeds op dezelfde plek. Waar is het liedje nou ook weer van? Oh, hadden we die op in Oostenrijk vaak aan? Ik ken het, het komt me ergens bekend van voor. Niet, ik heb soms van niet gekeken. Dat hebben wij best wel vaak. Dat hebben wij heel vaak. Maar het was grappig, want het was eigenlijk een beetje voor ook Loes' verjaardag en Pasen. Daarom had ik een beetje overdreven gedaan. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel gezellig en we hebben super veel eten, dus ja. Nee, helemaal niet. We zijn Poesie. Mooi zeg. Wauw. Onze rij was dat? Ja, ik ook. Oh ja, wauw. Mooi. Mooi zeg. Echt iets voor jou. Ja, nog een die huis van. Zo. Er zitten ook alle kinderen op de oppakken. Omdat heel veel mensen... Kijk mijn ei. Dat is mooi. Kom maar aan, ik wou nog even mijn pakje laten zien. Leuk hè? Dit is mijn pakkie die ik al heel erg aan heb. Het is inmiddels al 9 uur. En dus deze riem die ik al heel lang heb. Hij is net een beetje wijd eigenlijk. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dus het is een maat L. I love it. En ik heb dan geen BH aan. Gewoon een kort zwart topje zo eronder. Helemaal leuk. En weer lekker nieuwe oorbelletjes van mijn eigen webshop. Die ik tijdens het verkopen van de pakketjes had gespot. Ja, lekker zomers. En nieuwe schoentjes erbij. Iemand had ze al gespot op Insta. Good morning. Lekker vroeg. Ik ben in een gezellig lunchje en zo. Oh my god, jongens, kijk. Deze mok. Die is ook heel schattig. En ik vind deze ook echt mega cutie. Hoe mooi deze life planner is met hier zo roze en een beetje mint. Het is gewoon een agenda, maar het ziet er zo leuk uit. You can do it. This is me. Ja, ik gebruik dit uiteindelijk allemaal niet. Ik doe alles op mijn telefoon, maar het is echt vet mooi. Wauw, tip. Kijk deze. Geweldig. Lekker. Ik heb een Caesar salad en in plaats van croutons heb ik lekker 2 gepocheerde eitjes gekregen. Heerlijk. Deze salade is echt super lekker. Want laatst met Helly had ik die veggie salade. En ik vond het zwaar tegenvallen. Het was bijna niks. En dit is echt heerlijk. Super goed gevuld. Moet je kijken. Mega lekker. Ik had toch bij 35 een Magic Lemonade op de kaart die dus van kleur veranderde en knetterde. Maar nu zie ik dat ze bij de Avocado Show dat ook hebben. Dan hebben ze een drankje en dan schenkt die vrouw aan tafel blauw stamper in. En dan wordt hij dus paars. Kijk dan, we kregen avocado stickers en avocado paas eitjes. Zou er avocado in zitten? Er zat alleen maar gewoon chocola in. Zijn we weer. Ja, hoi. Kijk, Preggy. Heel veel zijn zwanger. 2 dingen in ieder geval. Lekker snackie. Liefde bij een ander thuis. Eventjes, die woont er heel dichtbij. Super gezellig. Het is ineens weer heel lekker weer, terwijl het niet voorspeld was.
Zo lekker. En nu naar huis, koken. Op dinsdag altijd vroeg. Ik ga weer die heerlijke tomatensoep maken. Zonder mascarpone. En dan lekker, maken we lekker wat dingen op van de paaslunch van gisteren. Lekker brood met wat belegjes en zo. Helemaal chill, een heerlijk dagje. Ik moet alleen dus sporten, want eigenlijk had ik gisteren moeten sporten. Maar ja, de weken in april lopen allemaal een beetje anders. Dus ik moet, als ik het maar 3 keer per week doe. Dus ik denk dat ik misschien wel deze week, ik ben best wel moe van deze dag. We zijn echt 5 uur in de mall geweest. Misschien ga ik deze week wel op woensdag, vrijdag, zondag sporten. Zat ik mij te bedenken. Ik zal even thuis laten zien wat ik heb gekocht, maar bijna niks voor mezelf eigenlijk. Dus. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden als ik dat soort losse vlogbeelden heb. Want soms kan ik gewoon niet zo heel veel vloggen als ik niet alleen ben. Dus dan doe ik gewoon hele korte shots. Maar denk ik, hebben jullie toch een beetje een sfeer en een beetje een impressie van hoe de dag was. Zonder dat ik heel veel klets. Dus ik denk dat dat ook wel leuk is. En dat was het. Ik zie er zo moe uit. Ik heb ook echt heel slecht geslapen. En ik was super vroeg wakker. Oh ja, natuurlijk valt alles uit de tas. Oké. Okay. Chill. Hoi poesie. Hallo lief klein biggetje. Jij bent een lief klein biggetje. Oké, wat ik heb gekocht. Ik film even beneden, wat kan ik meteen beneden leggen. Wat ik al heel lang zoek. Nou ja, ik zag het altijd bij de Xenos. Toen kocht ik het ooit. En toen ik het wilde hebben, hadden ze het hier niet meer. Die tapioca pearls. Dit zijn de black sugar. Volgens mij zijn dit de normale. Die je altijd krijgt. Super lekker. Al gezoet dus. Bij Xenos Leidschendam. En ik heb de taro versie. Je had ook golden nog wat. Die waren een beetje karamelkleur. En je had gekleurde. Dan voor de verjaardag. Allemaal pastelballonnen. Was echt €3,50 of zo. Veel goedkoper dan al die andere ballonnen. En dit. Wel echt super gezoet. Maar ik dacht, hoe lekker is het om hier misschien een bubbeltje mee te maken. Koud of warm. Dan nog vlaggetjes waar we dan zelf op willen gaan schrijven. Vond ik wel leuk. Want je had ook vlaggetjes. Er stond op dat je 30 werd. Maar die vond ik heel lelijk. En nog confetti ballonnen. Dit vond ik een heel leuk kaartje. Gewoon weer voor mijn kaartencollectie. Xenos allemaal. En zwarte peper. Die was €7,50 bij die Jumbo-potje. En €1,50 bij de Flying. En dit lijstje. Want we willen wat gouden details hier zo. In deze gang. En dit vond ik een hele leuke. Volgens mij was die €3 bij de Flying Tiger. Voor de rest, dat was alles van mij. Oh ja. Ik denk dat dit dus is dat je ballonnen zonder helium bijvoorbeeld aan het plafond kan hangen. Dit zijn wel ballonnen met Hello 30. Die vond ik wel leuk. En we hebben deze superleuke kaarsjes uitgekozen. Met echt hele mooie glitter. Dit was het wel echt, ja. Nou, leuk toch? Tussen die cirkels zak ik steeds dieper. Dan ga ik al die verjaardagspullen lekker beneden verzamelen in de verjaardagsla. Oké, het inmiddels wel bekende soepje. Dan doe je nog even bouillon en water bij. En terwijl dit opstaat, ga ik dit even met tapioca doen. Maar ik dacht dus dat het heel lang moest koken. Het moet 3 minuten deze, die ander 5. En het moet binnen 4 uur gegeten worden. Ik denk dat het anders te slimy wordt. En er staat dat je het wel zo snel mogelijk moet gebruiken. Nadat hij open is. Maar ja, wat zo snel mogelijk. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ga dit even doen. Ik ga niet per se de juiste afmetingen doen. Ik doe het gewoon even in wat water en dan kijk ik wat er gebeurt. Hoe leuk. Ik heb er nu niet heel veel zin in wat ik heb op de bubbeltje op vandaag. Maar ik wil het nu gewoon even testen. Hoe leuk. Ook voor jullie. Oeh. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook niet van taro houden. Maar... Oh. Het stuitert. Oh. De schoonmaker was er vandaag. Ze heeft het echt heel goed schoongemaakt. Heerlijk. He, ik had toch echt het idee dat er meer balletjes vielen, maar oké. Dat was ook weer doen. Dit is denk ik al... Oh, hi. Ik denk dat dit al heel veel is. Grappig als ze altijd als ze dan zeggen, ik moet de tapioca nog maken, dan klinkt het zo heel bijzonder. Maar het is gewoon letterlijk dit. Ik heb het nog nooit gemaakt. Ik heb het al heel vaak gezien. Volgens mij ook al een paar jaar geleden. Want ik heb het al, ik zag ook in mijn vlogs van een paar jaar geleden haalde ik het al bij de toko. Maar ik heb het nooit gekocht. En ik dacht, ik baalde echt, want Xenos die had dit al zo lang. En elke keer kocht ik het niet. En dan precies toen ik het zocht was het blijkbaar zo te meer, was er heel veel vraag naar. Maar in Leidschendam hadden ze hem dus. We gaan het zien. Over 3 minuten zijn ze waarschijnlijk, nou ja, nou, dat gaat bijna koken. En dan 3 minuten en dan... Oelala. Ze zijn niet heel groot. Ze zijn best klein trouwens. Oh, het hangt alleen heel naar niks.
Misschien die andere zwart hebben denk ik wat zoetere smaak. Maar ze zijn echt super klein. Heel anders dan die ik altijd krijg. Dus misschien heb je wel gewoon... Is dat wel betere kwaliteit of zo? Ik weet niet waarom het scherm zich niet aanpast vandaag. Maar... de smaak is niet heel lekker, maar oké. Okay. En dat je ze ook wel met suikerwater kan koken. Maar van mij hoeven ze niet per se heel zoet. Oké, ik heb even wat lactosevrije melk met een beetje chai poeder gedaan in de mixer. En dan ga ik even een glaasje proeven. Ga ik er lekker veel ijs bij doen, zodat het veel lijkt. Dat ziet er altijd lekker uit, sowieso. Dan ga ik mijn tapioca, die heb ik afgegoten. Super jelly. Wow. Die is nog wel heet hoor, maar ik denk dat dat wel afkoelt. Het is gewoon een soort homemade... Het is geen bekende bubble tea dit, maar ja, het is toch bubble tea denk ik wel maar. Wow. Ik heb nog één bubble tea rietje. Het lijkt wel een milkshake zo dik door die chai poeder. Haha, is toch leuk? Oh my god, dit is echt dezelfde beleving. Maar het is niet zoet. Mijn latte is totaal niet zoet. En de tapioca ook niet. Maar, wel leuk. Het is even een snelle variant. Ik ben benieuwd naar die black sugar. Maar dit is wel grappig, joh. Leuk toch? En deze zit 0 gram suiker. Wel koolhydraat, maar geen suiker. En deze ook. Ik denk dat je hem moet zoeten. Want nu is het wel echt alsof je gewoon niks eet met een slijmstructuur. Hallo, ben je er nog? Ja. Kan je ook nog een basilicumplantje meenemen? Oké. Ciao, ciao, bla 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 bla. Alright, time to go to the gym. Hallo jongens, ik heb lekker pakketjes ingepakt. Nieuwe pakketjes online gezet die nog helemaal niet worden verkocht trouwens. Ik weet niet waarom. En nu ga ik editen en dan moet ik ook nog gaan studeren. Ik heb ontbeten met koffie en nu heb ik echt een ziek lekkere lunch. Tomatensoep van gisteren, die is nu helemaal op. Heerlijk. En een salade caprese. Oh, zo lekker. En ik ben lekker met Lotte een beetje voice memo aan het sturen. En ik ga nu beginnen met werken. Om gewoon lekker een beetje te wandelen daar. Weet je, dit is gewoon... Alright, het is bijna 2:30 en ik heb zin in bubble tea. Dat is echt gewoon mijn snack in life. Ik ga nu deze, ben ik nu aan het koken. Maar ik ga er even iets bij doen, zodat hij wel een beetje zoeter wordt. Ik denk een beetje honing of zo. Ze lijken iets groter dan de balletjes van gisteren. Het ruikt wel iets zoeter. Het smaakt ook een heel klein beetje zoet. Maar ik heb natuurlijk in verhouding nu vet weinig suiker. Omdat ik heel veel water overhoud. Ik moet het denk ik eventjes proberen zonder chai. Want ik ben ook wel gek op thee met melk. Dus je kan ook gewoon thee met melk doen. Een klein beetje chai doe ik erbij. Doe maar wat. Oh, dit gaat knetteren. Oké. Ik weet dat je gewoon een recept kan opzoeken. Maar ik vind dit leuker. Maar gisteren was ik natuurlijk gewoon de thee vergeten. Ik had er nu 3 in. Ook nog deze. Het ziet er echt goed uit. Okay, niemand die dit ziet wil dit maken. Maar ik ga dit nu zo laten staan en laten afkoelen. Want ik hou toch meer van koud. Maar oh my god, het ziet er gewoon zo smerig uit. Hij is nog een beetje lauw, maar goed. De tapioca vind ik gewoon minder lekker. Maar het is oké, maar... Het is echt niet... De ervaring die je hebt als je bubble tea koopt. Maar het is oké, maar ik ben geen fan. Ik weet niet of ik dat toen verteld heb, maar toen ik deze JBL Boombox kocht, wilde ik heel graag deze microfoon set. Die we toen ook in de zaak geleend hadden. En die waren toen heel lang uitverkocht, volgens mij tot eind februari. En gisteren dacht ik ineens, of eergisteren, ze zijn er natuurlijk weer. Dus ik ga ze weer bestellen. Deze kost €100 voor 2 microfoons en een Bluetooth dingetje die erin plugt. Ja, ik vind dat dus niet heel duur eigenlijk. Het geluid is heel mooi. Het enige wat niet goed is. En ik hoopte dat het misschien, dat ze daarom even eruit waren, dat ze dat hadden verbeterd. Maar dat is niet zo. Maar dit is echt heel slecht. Dus als kinderen dit vasthouden, heb ik gisteren gemerkt, dan hoor je echt. Maar als je hem steady vasthoudt, is het wel goed. En ik vind het leuk, want dan kan je gewoon met z'n tweeën zingen. Want er is maar 1 plug voor mijn microfoon. Dus die plug, dus die bluetooth erin, dan heb je dit. Maar ik dacht, ik ga weer eens een keer zingen. Ik zing nooit meer. Dus ik vroeg even op mijn story welk liedje iemand zei, Titanium. Oh, maar dan wil ik wel de akoestische versie.
Deze heb ik vroeger wel eens gezongen. Dat is alleen elke keer als ik ga zingen, vlog ik dat meteen. Mijn stem wordt gewoon niet beter, omdat ik dus zo weinig zing. Maar ik vind het wel altijd leuk om het even in mijn vlog te doen. Want de kleine zangstukjes vind ik wel een leuk onderdeel van mijn vlog. I'm talking loud, not saying much. Nee, vroeger haalde ik die lagen ook niet. Misschien moet ik een keertje gewoon eerst oefenen en dan pas gaan filmen. Wel een mooi nummer. Goeie tip. Vergeet gewoon heel vaak welke liedjes er zijn om te zingen. Dus bedankt aan degene die dit instuurt. Want ik zou deze op zich wel moeten kunnen oefenen. Alleen ik oefen nooit. En ik mag niet alles erin laten. Als het leuk aan piano spelen, dan kan ik het tenminste in de vlog laten. En hierbij heb je copyright, dus dan moet ik het er steeds uitknippen. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Ik ben bang dat de buren hier last van hebben. Eens woon ik in een paleis. Eet alleen nog slag om ijs. Duik in een limonadepad. En word helemaal niet nat. Een elfje fluistert in mijn oor. Noem jij maar lekker door. Zo gaan we hand in hand door dromenland. Ik hou gewoon van kinderliedjes zingen. Nou, ik hou er niet van, maar dat vind ik best bij mijn stem passen. Ken je dat liedje? Het landschap is me onbekend, maar ik weet dat dat snel bent. Ik verveel me geen moment. Ik zeil op zee met een piraat. Kus de schoonheidskoning. Een elfje fluistert in mijn oor. Kus jij maar lekker door. Dat soort liedjes. Maar de boeks piept, hoor ik. Maar dat zijn liedjes die ik leuk vind. Ja. Maar er moeten toch ook volwassen liedjes zijn die dan bij je stem passen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Bijna altijd ruzie met elkaar. Ik weet niet wat ik moet zingen. Ik vind het heel erg moeilijk. Ja, ik weet het echt nou niet. En dat is het enige wat het plezier voor mij met zingen een beetje weghaalt. Dat ik dan gewoon niet weet wat ik moet zingen. Omdat ik eigenlijk geen één liedje kan zingen, behalve kinderliedjes. Wat is dat? Alles is hetzelfde. Alles is kapot. Alles staat stil. Alles gaat door. Hey, er is niets meer dat ik zeker weet. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had. Want alles is grijs. Lig je lekker bij mij? Ja. Ja. Lekker samen werken, hè? Vooral jij bent heel hard aan het werk, vind ik. Ja, lekker eventjes weer niet gedoucht, maar opgefrist. En het is al 5:15. Maar ik heb wel mijn hele vlog lekker kunnen editen. Nu ga ik nog even vaatwasser doen, vuilnis. En dan komen haar en zijn dochter zo thuis. En dan ga ik nog eventjes, hij gaat koken. Nog eventjes mijn pakketjes doen en zo. Het zonnetje schijnt steeds, maar het is net niet lekker genoeg om naar buiten te gaan. Wat zou ik nog meer zeggen? Ja, ik heb dus wel het idee dat sinds ik met deze camera film, ik dus beelden kwijtraak. Heel irritant. Want ik had laatst ook heel lekker echt mijn best gedaan om te filmen hoe ik een aubergine gerecht maakte. En ik hoorde dat ik in de vlog zei van, volgens mij heb ik buikpijn van de aubergine. En toen dacht ik, die hele beelden zitten helemaal niet in deze vlog. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik had nu weer het gevoel dat ik beelden miste. Maar alsnog 50 minuten vlog. Ik voel me echt meteen zoveel fresher. Lekker. Terwijl ik heb dus nu. Ik doe vitamine C serum die ik van Oliver had gekregen van Holland & Barrett. Dan doe ik de drops. En dan doe ik die crème uit Duitsland. Die wel straks helaas op is. Die soort BB, echt heel dun. En dan is het dus dit. Het is toch heerlijk. Geen make-up, maar wel gewoon lekker fresh fresh. I love it. En mijn vlog is klaar. Weer 50 minuutjes. Grappig, ik doe dus niet bewust mijn best ervoor, maar ik kom steeds op 50 minuten uit.
Deze was weer wat korter, maar hierin had ik even dat pokeball kletstukje, waardoor het weer wat langer is. En dan, ja, 50 minuten is echt een beetje mijn ding, denk ik. Oké, snel de vaatwas doen. Ik vind het wel fijn als haar thuis komt dat ik dat even heb gedaan. Want ik werk natuurlijk ook thuis, maar ik vind wel als ik thuis ben dat ik dat soort dingen even moet doen. Dus aan de slag. Oh mijn god, echt net op tijd klaar. Ik kom er nu binnen. Ik ben net klaar. Wie is ook zo? We hebben super lekker gegeten, maar eigenlijk was ik een beetje stom. Want ik zei gisteren tegen haar, eeuw. Wat heb je voor avondeten gekocht? Want hij had een bloemkoolschotel gekocht. Toen dacht ik echt, eeuw. Echt aanstellen. En toen ging ik het dus net eten, vond ik het super lekker. Iedereen vond het lekker. Het was gewoon zo'n vers pakket, maar dan met bloemkool, courgette, een soort sausje en dan aardappel met kaas. Oké, en nu gaan we eventjes snickerdadels maken. En ik ga even aan jullie laten zien hoe het moet. Het is super makkelijk. Je neemt dus meizoedadels. Bijvoorbeeld deze pindakaas. In ieder geval, ik zou voor 100% gaan. En dit is lekker met stukjes erin. Dan kun je dus ook nog losse pinda's erin doen, maar dat doe ik nooit. En dan 85 of 92 vind ik heel lekker. Dit is handig, een bakpapiertje in een ovenschaal bijvoorbeeld. Oké, snijd een dadel tot je de pit voelt. En dan maak je hem open. Haal je de pit eruit. Then you open your peanut butter. Even roeren. En dan ga je het erin doen. Het is eigenlijk best weinig wat erin gaat. Zo. Sommigen doen het dat het helemaal uitpelt. Maar ik vind het wel mooi als het gewoon netjes een beetje dicht zit. Nou ja, zo dat er een beetje uitkomt. En die ga je dan straks in chocola dopen. Normaal doe ik nu meteen de chocola. Maar ik ga nu eerst even wat vullen. En ze daarna dan hierin dopen. Oh ja, en als er zo'n kontje zit, moet je die er wel eventjes afhalen. Dat is niet zo lekker. Ik gebruik even deze pan, omdat die al hier stond. En het is op zich wel makkelijk, want dan kan je ze makkelijk dippen. Omdat het lekker breed is. Maar eigenlijk moet je het ook bij Marie doen. Daar heb ik geen zin in. Het smelt al super snel. Ik denk nu trouwens dat het juist makkelijk is als je een diep bakje hebt. Want dan kan je er in één keer indippen. En nu moet je heel veel rollen. Maar zo kan je wel beter een dun laagje doen. Dus je kan beter gewoon een dieper pannetje pakken. Oeh. Ik ga nog een schaal doen. Eeuw, nee. Ze zeggen toch soms dat er in dadels gore dingen kunnen zitten? Dieren. Dit is een soort aarde, maar ik weet ik ga hem weggooien. Oké, kijk, de pindakaas komt er wel eigenlijk een beetje uit. Ik doe het ook even terug. Altijd als ik het ga filmen, dan ga ik het ineens anders doen. Dat is niet zo slim. Nou, ik pak nu ook deze stok. Die heb ik nooit eerder gebruikt, maar het leek me wel handig. En ik vind dus een dun laagje lekker dat hij gewoon net gecoverd is. Maar je moet eigenlijk meer gesmolten chocola hebben hoor. Want dit is niet handig wat ik nu doe. Beter een diepe pan. Altijd ga ik het dan dus anders doen als ik het film. Ik weet ook niet waarom ik dat altijd doe. Maar het werkt. Het werkt, het werkt. Peanut butter. Nou, als die overal wel mooi eromheen zit, vind ik wel belangrijk. Ik zal even die schaal pakken. Dan, dit is zo'n tammetje. Is wel handig. Even goed afdruppelen. Net als als je naar de wc bent geweest. En dan leg je hem neer. En dan doe je dus... Ik even pakken. Zout erop. En laatst had ik ook chili gedaan, maar dat hoeft niet. Wel lekker goed. Alleen deze zout is niet heel chill, maar... Huh? Ineens gaat de muziek aan. Echt lekker zout. Nou, en dan zo doe je dat. Kijk, we hebben nu dus onder ook zout gelegd, zodat er onder ook zout op komt. Super handig. Kijk hoe cute dit is. Ik heb hier een lepeltje geplakt. Voor de passievrucht. Een lekker kiwi, biesloop, tomaatje, komkommer. How cute. Ik heb zelf een smoothie gemaakt van een restje smoothie nog van paas. En dan wat frambozen, blauwbessen en wat water. Ook lekker. Zo. En nog even neem ik als toetje een snickerdadel die nu al klaar zijn. Zo lekker. Deze chocola is echt heel puur. Ik denk dat de meeste mensen 85% lekkerder vinden. Ik vind het heerlijk. Goedemorgen jongens. Oh, ik ben vandaag zo moe, want ik heb veel te kort geslapen. En ik heb er zoveel spijt van. Want eigenlijk is donderdag dus mijn dag dat ik gewoon even lekker ga knallen. Hadi is weer echt gewoon pas om 10 uur thuis. Die eet bij zijn ouders en met mijn neef afgesproken en zo. Dus dan heb ik gewoon letterlijk eigenlijk van 9 's ochtends tot 10 uur 's avonds gewoon 13 uur lang om helemaal te knallen en zo. Ik bedoel, het is natuurlijk als je vriend uitkomt, wil je ook met hem chillen. Misschien denk je van, hoezo kan het niet als hij er is? Ik kan echt letterlijk alles doen wat ik wil als hij er is. Hij is echt de chillste persoon op aarde. Maar videofilmen lukt dan niet, bijvoorbeeld een mukbang. En ik wil dan ook gewoon met hem kletsen en chillen. Dus dan heb je gewoon afleiding, zeg maar, als je alleen bent niet. Hier hangt dus altijd een schilderij met heel veel leuke foto's die niet in beeld mogen. Dus daarom loop ik er altijd zo omheen. Vandaag is de derde week officieel al begonnen van mijn opleiding. En ik ben pas bij bladzijde 4. Dus dat wordt vandaag de planning. En
Ik baal dus dat ik gisteren zo laat ben gaan slapen. Want ik zat tot 9:30 in mijn kantoor. Ik zal het wel even laten zien. Ik ben heel blij. Precies nu belt postbode aan. Ik neem bijna geen shake meer in de ochtend. Maar dat is omdat ik dus eigenlijk niet ontbijt. Maar als ik dan de deur uit ga, doe ik het wel als ontbijt. En hij was op. Dus ik heb een nieuwe blueberry zak besteld. Maar eigenlijk vind ik het zo onwijs duur. Het kost gewoon €32. Ik heb wel echt nu geconcludeerd dat ik heel veel beter ga op 8 uur slaap. Ik ben niet heel erg mijn slaap aan het tracken trouwens. Daar ben ik wel blij mee. Ik kijk gewoon, hé, wat staat er? Er staat nu 7:24 minuten geslapen. Moet in principe voldoende zijn. Maar ik kijk niet meer heel erg van naar alles. Maar het is een beetje hetzelfde bij mij. Ik heb steeds minder dan 1 uur diepe slaap. Max 1 uur wakker of zo. Het valt wel mee. Maar ik was tot 9:30 zo lekker bezig in mijn kantoor. Ik kon niet stoppen. Het was 9:30. En wij gaan tegenwoordig gewoon 10 uur al naar boven, soms 10:30. Dus ik zei tegen haar, ga jij lekker van slapen? Ik moet nog even acclimatiseren, even een serietje kijken. En wat doe ik dan? We kijken De Verraders het vorige seizoen. Want blijkbaar hadden we die nog niet gezien. Die met Sylvia Geurse. En toen dacht ik, oh my god, het is 12 uur. De Bachelor staat online, tot 12:30. Heb ik die hele finale nog gekeken. Dus toen sliep ik pas om 1:40. En dan sta je uiteindelijk later op dan je wil. Pas 9:45 opgestaan. Dan is je dag of 10 uur zelfs. Is je dag ook weer 1 uur korter daarin. En niet lang genoeg geslapen voor mij. En ik voel het meteen. Dus super dom. Daarom heb ik echt een haan nodig in mijn leven. Dat ik dan met hem tegelijk naar bed ga. Echt, het is zo kinderachtig. Maar in Muiden sliep ik ook altijd zo laat. Ik ben er gewoon heel erg slecht in. Anyhow. Kijk. Kijk wat een verschil. Dit is mijn bureau. Die heb ik helemaal opgeruimd. Dit is niet mooi. Dit moet ik ook nog even goed schoonmaken. Maar dit vond ik op zich wel praktisch. Hier staat dan mijn labelprinter, mijn normale printer. A4 printlabels voor in de printer, stickers. Was van toen ik nog geen labelprinter had. Van dit soort mapjes. Etiketten met enveloppen en elastiekjes. Ja, je kan nog van alles bij. Dit is een beetje, de printer is natuurlijk een beetje zwaar. Maar ja, die vloer is gewoon echt niet mooi. Dit kan ook nog wel gedweld worden, maar het blijft niet heel mooi. Zoveel spijt dat we dus niet ook de gietvloer beneden hebben doorgetrokken. Want en daardoor hebben we geen vloerverwarming hier en het is gewoon minder mooi. En haat eigenlijk, we kunnen het altijd nog doen. Maar ja, sowieso is het veel duurder als je maar een klein stukje laat gieten. En ja, moet alles eruit. Dus nou, zoveel staat er nou ook weer niet. Dit zijn allemaal pakketjes die ik aan het inpakken ben. En ja, dit zijn dus echt gewoon de laatste dingen die nog een plek moeten krijgen. Alleen het lastige is, dat moet dan toch echt verkocht worden. Want nou, ik kan daar ook nog wel, ik wil eigenlijk nog heel even aan de slag hier. Want ik vind het heerlijk. Ik vind het eigenlijk heerlijk om hier, ik vind het zo fijn. En deze kast is dus helemaal netjes. Echt toppie. Ik heb hier weer een beetje wat veranderd voor, ja, dit is dan een beetje dezelfde afdeling zoals je kan zien. Hier wil ik dan een beetje spelletjes en wat knutselspulletjes. Maar eerst moet ik dan dus nog al deze bakken met spullen kwijtraken. En dat is de reden waarom ik het nu zo goedkoop verkoop. Omdat ik denk, ja, dan kan ik gewoon verder. Maar in principe staat het hier voor nu prima. Ik ga eventjes deze sieraden weer op mijn Insta zetten. Ik wil niet te veel filmpjes plaatsen, want ik merk dat ik heel veel volgers verlies. Maar ja, ik ben er ook wel weer vanaf. Dus ik ga het toch even doen. Die 8 oorbellen voor €20 werkt sowieso goed. Maar logisch, dat is echt mega cheap. Niet normaal hoor. Even een filmpje maken. Maar dit ziet er heel lelijk uit op hout. Ja, dit ziet er echt heel lelijk uit. Dus dan ga ik eventjes dit kleedje eronder leggen. Want als de ondergrond niet mooi is, dan lijkt dat goud heel lelijk. Terwijl het goud is niet lelijk. Ik kan niet wachten om het lekker te gaan indelen. Dat we dan echt voor daar en daar bankjes gaan kopen. Ik wil het dus indelen als een kindercoachingpraktijk. Voor als je het nog niet wist. En dan, weet je, misschien als ik mijn opleiding kindercoaching heb gehaald, ga ik op scholen daar iets mee doen. Ik weet het niet, maar het ernaar inrichten is geen slecht idee, vind ik. Want dan het is sowieso gewoon een fijne werkplek hier. Ook om te studeren. En het is gewoon wat fijner om hier te zijn. Het is dus alleen zo dat we hier geen vloerverwarming hebben. En daarom moet je dus de verwarming in feite aanzetten. Nu is het niet zo koud. Maar ja, dan moet je die dus, je gaat hem niet de hele dag aan laten staan. Dat is super zonde. Dus dan moet je hem dus aanzetten als je hier gaat zitten. Dan moet je van tevoren dat eigenlijk al aanzetten. Oké, deze oorbelletjes verdwijnen een beetje in het kleed. Sowieso vandaag de pakketjes versturen. There we go again. Zo, oorbellen, goud. Ah. Het enige probleem is dat ik dus geen brievenbusdoosjes bijna meer heb. Dus ik heb steeds een mazzel dat mensen dan nog wat bijbestellen en dat ik het kan samenvoegen. Oor, goud, A. En dan leg ik het even zo in een... Alles ligt hier in stapeltjes, omdat ik dus geen envelopjes meer heb. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Zo,
Dan ligt het even zo in een hoekje bij elkaar. En dan de volgende. Kijk, alles ligt dus zeg maar hier zo op mijn vensterbank en zo in stapeltjes. Maar ja, als het niet verkocht wordt, is het zo irritant. Die ringen verkopen niet echt, merk ik nu, want ik wil nu al deze ringen gaan verkopen. Maar dit zijn dan 5 ringen voor 10 euro. Ik vind dat echt best wel heel goedkoop. Hele mooie ringetjes, maar oké. What to do? Jongens, wat moet ik met al die spullen doen als ik er niet van afkom? Ik weet het niet, hè? Dan mag jij lekker liggen. Hi. Spannend hier, hè? Wil je op het zachte dekentjes jumpen? Ga je nu echt jumpen? Hier is ook een dekentje voor Poesie. Hi. Hi, ben je er weer? Kijk, ik heb daar een kleedje gelegd. Waar kijk je allemaal naar? Je hoeft niet zo snel te schrikken hoor, kleine witte kitten. Wat moet je met zo'n kleedje dan, hè? Behalve dat Poesie erop kan liggen. Oeh, lekker. Oh, de tijd gaat zo snel. Ik ben maar overgegaan op verkopen op Komwa. Mijn eigen Insta gaat er echt aan met alles wat ik loop te spammen. Dus dat is beter. Gaan we weer. De obsessie is real. Dit lijkt echt zoveel, maar het is alleen maar sla. Met mangoetjes. Nee. De obsessie is echt heel, duurt heel lang dit keer. En ik heb een snickerdadel gegeten. En dit is mijn lunch. Zo lekker. Hi jongens, ik ben op weg naar EMDR sessie 3. Ik wilde fietsen, maar ik moet echt even opschieten zoals altijd. Lekker weer! Ik zit nu natuurlijk niet in de auto, maar ik zal het thuis vertellen. Maar ik voel me echt super na deze EMDR. Weer super symbolisch dingen uitgekomen. Maar het is zo vaag om het in de vlog te vertellen, maar ik voel me echt heel positief. Ik vind het ook leuk, ze zei ook na de tikjes, toen we weer gingen praten, eerst ga je praten, dan tikjes, dan praten, zei ze, wat ben jij een bijzonder mens? En dat zei ze helemaal met stralende ogen, zegt. Wauw, en dat vond ik zo'n compliment. Echt leuk. Nou, nu ga ik even lekker naar de Aldi om boodschappen te doen. Oké, boodschappen shoplog. Nou, ik film het wel gewoon zo trouwens. Dit zijn mijn boodschappen, onder andere. Nog meer boodschappen. Dit is dus 33, echt super duur, maar hoe lekker ziet het eruit? Het is 75% minder koolhydraten eiwitbrood van de Deer. Die ga ik een keer testen, die ga ik zo een sneetje van nemen ook. Ik heb een muziek lekker broodje gemaakt, dit is lang geleden. Onderop heb ik van de Lidl een beetje truffelmayo. Carpaccio, parmezaan wat erbij zit. Wat van die romaine sla. En dan zoutpeper en een beetje truffel olijfolie. Volgens mij is het echt heerlijk. Er vliegt net serieus een mug op mijn broodje. En hij zat vast. En toen heb ik zo gedaan, nu weet ik niet waar die is. Heel goor. Echt de eerste mug die ik zie dit jaar, die zit ook echt letterlijk op mijn brood. Heel, nog een beest. Wat is dit? Voor raars. Nou, nu weet ik niet wat peper is of een beestje. Nee. Goor zeg. Taste test. Ik heb het kontje genomen. Lekker. Dat is wel heel lekker. Vet dikke carpaccio hier. Ik heb dus dit ding net bij de deur gekocht. Want we wilden misschien wel een heet waterkraan, maar dat is zoveel gedoe. Dus dit stond er voor 50 euro en dan heb je binnen 10 seconden. Jezus, wat langzaam. Dus Haber is hier aan het timen hoe lang het duurt om een pannetje te vullen. Dan kan je nog beter op de waterkoker. Nou, dit staat nergens op. Maar ik heb het ook meer om het kopje thee. Hoe lang duurt een kopje thee dan? Geen 10 seconden. Hé, hoe kan dat? Ik snap het niet. Hij is nog niet eens op een vierde. Duurde 3 minuten. Oh, om een pannetje te vullen. Nu gaan we timen voor de allergrootste theekop. Huh? Ik vind hem op zich wel mooi. Ik vind studio ook altijd wel een mooie naam, zeg maar. Oké. Ja, die 10 seconden voordat het komt klopt. Maar ik dacht, 10 seconden heb je het. Maar dan moet je ook nog wachten. Maar oké. Het is wel handig als je weet, ik ga thee zetten. En dan zet je hem vast even aan. Maar hier komt dus ook heet water uit. En dat is heel snel. Maar dat is niet kokend. Dit is... Maar dit is voor thee wel goed. Dus dan kan je net zo goed hier je thee uithalen. En is dat eigenlijk dubbel. Denk ik. Ook nog een paar dingen gekocht. Kijk, dit is misschien onzinnig. Maar ik merk dat ik heel veel toilettasjes heb. Maar geen één grote. En deze was €1,90. Een riem. Hoe lang duurde het? Ja, is leeg. En iets waarmee je 300 keer een zakje kan sealen. Wat je waarschijnlijk nooit gaat gebruiken. Maar ik vond het wel heel handig.
Nou, ik vind het oprecht voor 1,90 een heel handig tasje voor mijn spulletjes. Dus die gaat lekker naar boven. En dit vind ik wel een mooie sport bij haar. Dit is, ik vind de kleur mooi, maar is toch best goed. Ik moet straks even passen. Ik weet niet wat deze kosten eigenlijk. Het klinkt gewoon alsof iemand de hele tijd aan het plassen is. Just the way you are. Deze riem heeft een heel klein beetje stretch, maar niet zo erg als die ene riem die ik met paas om had. 1 minuut 12 voor een kop thee. Nou, dat vind ik wel chill, want meestal ga je de waterkoker aanzetten, ga je weer op de bank zitten, omdat het te lang duurt. Dan is de waterkoker eigenlijk alweer afgekoeld. Heel heet, hè? Size. Nou. Ik pas net. Hij ruikt nog na. Van wat? Had je hem niet uitgezet of wel? Ook vol kokend water op je kukkenblad. Nou, dat is een riempje. Oké, ik ben weer mijn kantoor. Ik wou nog even vertellen hoe één weer was, maar ik had het er net ook met haar over. Ik dacht, het klinkt zo zweverig en raar als je het niet begrijpt. Dus ik weet niet. Ik heb ook het gevoel dat wat ik in de vorige vlog heb gezegd, dat mensen het echt heel raar gaan vinden. Maar in ieder geval, het was een hele goede sessie. Ik moest niet huilen dit keer. En we hadden EMDR weer gedaan. Dus tikjes op mijn knieën en in mijn oor. Nou, ik ging super vrolijk weg sowieso. Ik voelde me heel erg goed. En het was heel interessant, want ik moest weer, ik mocht minder zeggen van haar. Ik moest na de tikjes, mocht ik maar één zin zeggen. Eigenlijk één woord, maar uiteindelijk één zin. Omdat ik anders veel te veel zeg en dat leidt af. En dat werkte wel goed. Dat is echt bewust bij mij gedaan. En ik moest weer voelen. En ze had weer, zeg maar, hier in mijn hele buikarea. En dit keer voelde het heel zwaar en vol. En ineens zag ik dus weer, ja, dit is weer het rare. Maar als je één weer hebt gehad, snap je het anders niet. Wat ik weer visualiseerde was een hele grote zware romp klei. Die gewoon helemaal hier zat. Gewoon echt die klei die je vroeg op school had. Die grijze klei, echt een homp, natte, met vingers erin. En ik moest denken aan als het moment dat ik me niet fijn voel bij als ik ben aangekomen of hoe ik me daarbij voel. Dat ik eigenlijk daar gewoon scheid aan wil hebben. Nou ja, toen voelde ik dat dus ineens heel zwaar. En het ging weer borrelen. En ineens op een gegeven moment, na een paar tikjes, vielen die hompjes uit elkaar. En hoe ik het dus voor me zag, was eigenlijk dat die homp is eigenlijk wat je helemaal hebt opgebouwd in je leven aan negatieve dingen die mensen hebben gezegd, waardoor je bent gaan geloven dat het niet goed is als je zwaarder bent of aankomt. Of dat soort dingen. Of dat het heel goed is als je afvalt. Maar alle ervaringen van mijn hele leven, die samen één massa vormen. En tijdens EMDR viel dat dus uit elkaar. En zat er nog een klein klompje hier. Een wat iets groter klompje. En hier allemaal wat kleinere. En toen dacht ik, wow, dat zijn misschien alle losse meningen en ervaringen die ik heb gehad in mijn leven. Die dus nu weer los van elkaar worden getrokken. Waardoor ze ook minder krachtig zijn. En misschien kunnen ze uiteindelijk helemaal weggaan, misschien niet. Misschien kan je gewoon leven met het is er geweest, maar het vormt niet samen zo'n grote zware romp. Ik vind het ook zo mooi klinken en zo logisch als ik het zo vertel. Dus ik hoop ook dat mensen dat een beetje begrijpen en niet denken dit is super raar. Maar goed, ik ga het zien. Ik wil het toch alsnog delen. Het is heel kwetsbaar wat ik deel. Thumbs up. Ik zag het ook een beetje voor me als een ballon. Ik moest mijn gevoel eerder uitleggen van hoe voelt het dan als je zo'n opmerking bijvoorbeeld hoort van of voelt of wat dan ook. En dan voelt het als een hele ballon van energie. Vol met energie. En dan lek geprikt wordt. En dan voel je weer zo balen. Bijvoorbeeld, je zit lekker in je vel. Je gaat je wegen. Je ziet, ik ben weer aangekomen. En een keer. Dus ik zag ook weer ineens die ballon vormen. En die zat dan vol met die klei. En op een gegeven moment die hompjes. En ertussen was nog heel veel ruimte om eigenlijk gewoon te bewegen. En dan dacht ik, ja, maakt het eigenlijk uit dat die paar hompjes er nog zitten. Het is veel minder krachtig dan zo'n enorme homp. En toen was eigenlijk de sessie afgesloten. En hebben we nog een beetje gepraat. En ben ik gewoon heel benieuwd wat dat gaat doen. Ik ben helemaal niet meer echt met dat stemmetje bezig eigenlijk. Dus dat is ook wel goed geweest aan vorige sessie. Dus dat was het. En nu ben ik, moet ik even echt naar het postkantoor gaan om alles straks te versturen. En ik ben bezig met make-up en zo uitzoeken. En hier nog allemaal nieuwe Victoria's Secret ondergoed die ik op Vinted wil zetten. En allerlei make-up en dingetjes. Maar ik denk dat ik nu even naar het postkantoor ga om dit allemaal weg te brengen voordat ik weer te laat ben. Denken met mijn vlogs. Nu ik weer zoveel vlog en heel veel persoonlijk deel. Ik heb het al gezegd, maar ik merk dat ik er een beetje moeite mee heb. Ik merk als je veel persoonlijke dingen deelt, dat je heel erg uitdokt. Dat je alleen maar lange mening comments krijgt. Ik mis een beetje de
Gewoon simpel, leuk vlog, gezellig, leuk outfit. Gewoon de chille reacties. Het is nu weer, ik heb daar niet zoveel zin in. Dus ik wil heel graag alles delen, maar ik heb geen zin in dat alleen maar mensen ingaan op de EMDR. Of alleen maar ingaan op dat ik zeg dat kleren strak of te wijd. Gewoon alleen maar op de moeilijke dingen ingaan. En niet op de leuke, luchtige, gezellige dingen. Dat mis ik een beetje of zo. Gewoon de leuke reacties. Ik snap niet zo goed waarom die er niet echt veel zijn. En dan denk ik, ja, net als die EMDR. Weet je, dan zegt iemand het vervelend dat je constant zo in je hoofd zit. Dan denk ik, ja, dat komt dus weer totaal verkeerd over. Want ik zit niet constant in mijn hoofd. Ik deel zeg maar het meest moeilijke stuk waaraan ik dus werk. Wat voor mij het moeilijkste is in mijn leven. Wat ik dus aan het aanpakken ben. En heel veel van de rest gaat super goed en makkelijk. En het gaat super goed bij mij, weet je. En dan denk ik, ja, lijkt het nu als ik dat deel dus alsof het heel allemaal heel moeilijk is en zo. Terwijl dat is het helemaal niet. Dus ik denk van ja, is het al slim om zoiets persoonlijks te delen in een vlog van 50 minuten? Daardoor wordt dat zo belangrijk, terwijl dat zo'n onderdeel is van mijn leven. Daar struggle ik een beetje mee. Dat ik misschien toch minder wil delen. En toch meer eruit moet knippen. En als ik namelijk alleen maar gezien word om dat, om het stukje chaos, om het stukje veel kopen, om het stukje moeite hebben met gewicht eten, dingen, kritisch zijn. Als dat mijn wordt hoe ik overkom op internet, dan komt er wel een soort van verkeerd beeld, want er is veel meer dan dat. Dus misschien ben ik iets te veel mezelf en accentueer ik dat te veel in mijn vlogs. Laat ik te veel van de normale, niet bijzondere dingen te veel weg. Want ik ben best wel gewoon een vrij normaal persoon met een chill leven, snap je? Dus misschien benadruk ik te veel de opvallende dingen. Ik heb gewoon geen zin in alleen maar adviezen, alleen maar moeilijk, zwaar. Want zo ben ik echt totaal niet namelijk. Dat ik nu één weer doe is echt een cadeautje aan mezelf. Om gewoon ervoor te zorgen dat het leuke leven wat ik heb nog leuker wordt. Het is helemaal niet zo dramatisch. En bang dat het zo overkomt, dat vind ik echt totaal niet chill. Ik heb echt, het gaat super goed. Altijd eigenlijk. Ik ben altijd super happy. Ja, ik ben gewoon heel erg van als iets niet goed gaat, pak het aan. Direct gewoon. Dus ja. Ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik merk dat als ik weer de comments lees, denk ik, ja, waar zijn gewoon de luchtige, chille comments? Is mijn vlog zijn toch niet zo dramatisch? Er zijn zoveel gezellige, leuke stukjes in. Waar zijn de reacties daarover dan? En nogmaals, dit is nu 3 minuten van mijn hele week, hè. Dus, en nu komt het waarschijnlijk weer over alsof ik nu een hele week hiermee zit. Nee, dit denk ik nu, dus dat zeg ik nu. En nu ga ik lekker slapen en knuffelen met haar en is er niks aan de hand. Oké, bedankt voor het kijken en bye. Hi, ik heb gisteren weer iets gedaan wat ik vorige week ook heb gedaan. Namelijk heel veel bij Weekamp bestellen. Vorige week was ik best wel blij met die spullen. En heel veel was niet de goede maat, dus ik heb weer heel veel besteld. Ik heb best wel lang niet heel lang geslapen, 9 uur nog wat. Maar ik heb wel tot 10:30 zeg maar uitgeslapen. Want ik was zo moe van de EMDR, niet normaal. En ik heb de schoenen, ik vind ze zo leuk. Oké, die heb ik ook bij Weekamp besteld. Ze zijn dus best wel goedkoop. Echt goedkope schoenen zijn het. Ik ken het merk niet. Ze hadden ook een roze zool, maar ik dacht ik bestel even die blauwe. Ik had even bij de sale gekeken. Ik vind dat zo mooi. Ik vind het echt fantastisch. Maar het snijdt hier. Maar ja, je hebt natuurlijk wel sokken. Even kijken, want ik vind het wel geweldig. Ik hou hier heel erg van. Nou, en dan heb ik nog 10.000 andere dingen. Oxmox. Ik ben dus best wel van... qua schoenen ben ik altijd heel erg van de merken. Omdat ik eigenlijk vind dat merkschoenen vaak wel gewoon beter zijn. Kijk, ik heb er maar 24,50 voor betaald. Vind ik zo goedkoop. Oh, ze zijn nu niet meer in de sale. Ze zijn nu 35 euro. Oh, dat vind ik heel jammer. Want ik had ze ook met roze zool gewild eigenlijk. Dus ik dacht, nou, die komen nog wel. Oh, huh? Oh, en deze had ik ook nog willen bestellen. Maar ik dacht, ik ga eerst kijken of ik die schoenen wel een beetje lekker vind zitten. Die zijn ook nu weer 38. Dat is balen. Zie je, dat is dus waarom ik vaak zo in één keer heel veel bestel. Ik vind ze wel echt... Ja, ik heb hele grote voeten. Zo, dat zie je ook wel met dit. Ze zijn wel groot, maar ik vind ze wel leuk. Ja, mooi hè, Boelie? Ja, nou, nog 10.000 andere dingen. Maar ik ga nu eerst even mijn haar wassen. Ik denk dat ik deze gewoon wel wil houden. Als ze met een sokje gewoon goed zitten. I love dit onder een spijkerbroek. Echt. Oh, dit onder een wijde... White leg broek, geweldig. Het is ook met je overheid. Love, love. Oh, ik ben helemaal kapot van de sportschool. Want ik heb dus leg press gedaan met 1 been voor de 2e keer. En ik voelde al toen ik hem deed van holy, de spierpijn van de vorige keer is echt heel erg. Toen heb ik een beetje mijn bilspier verrekt. Dus nu loop ik een beetje als een idioot. Maar deze heb ik al gepast. Ze waren dus ook in een sale, maar deze zitten zeg maar niet lekker. Je slipt er gewoon uit. Sloepvol zijn dit. En dan vind ik het echt super zonde. Ik vond ze zo leuk. Maar ik ga eerst eventjes deze broek denk ik passen. Maar ik denk dat ik hem niet pas. Ik vond dit echt super vet, maar hij zit veel te strak. Hij knelt helemaal af. Ik vind het wel heel cool.
Dit is die broek die ik vorige week zo leuk vond in een maat kleiner. Maar hij blijft dat probleem houden, weet je wel. Dat je dit zo ziet en dit. Maar ik vind hem wel heel leuk, maar ik zou hem dan niet zo snel denk ik zo dragen. Mocht je tips hebben, want ik vind hem van achter ook mooi. Dit is echt heel lelijk. Ik dacht op de foto's hier lelijk, maar misschien bij mij is het leuk. Maar je kan hem ook niet een beetje leuk speels. Het is echt een zak. Hij was ook echt vet goedkoop in de sale. Met een riempje, nee. Ik vind dit niet mooi. Nee, jammer. Ik heb natuurlijk al een wit pak, maar deze is net een beetje anders. Waarom zit hier geen riempje bij? Er moet er wel een riem hierbij zitten. Lijkt me. Ik vraag me af of dit nou dezelfde is als die ik vorige keer had. Die beige, want die heb ik dus ook in een maat groter besteld. Wat ik dus jammer vind, is zeg maar mijn taille is hier. En eigenlijk bij al die pakken zit dit best wel laag. Dus ik wil zeg maar dat het zo zit. Maar dan is hij weer een beetje hoog water. Ja, ik moet het echt met een riem zien, maar ik vind hem wel leuk. Hij is dus niet zo wit-wit als dat pak. Zie je, het is bijna beige, maar volgens mij is het off-white. Want ik heb ook daar een beige pak. Ecru. Ja, ik heb als het goed is ook beige. Waar is die beige dan? Nou, die heb ik dus niet. Hè? Is dit het pak wat ik vorige week aan had dan? Nee, toch? Dat is heel chill aan deze. Zeg maar dat witte pak wat ik heb is echt een vrij dikke stof. Echt een pakpak. En dit is wat ja, dunner. Dan is je eigenlijk te kort. Maar voor een zomerpakje vind ik dat misschien weer niet zo erg. Ik vind dit gewoon heel chill. Dus deze wil ik misschien wel. Ik heb er even een riempje van een webshop bij gedaan. Maar ik vind dat niet mooier. Dus ik denk dat hij toch, ja, het kan mooier zitten. Van achter zit hij ook niet per se mooi. Ik ga nu even deze beige passen. Die is echt meteen weer veel stugger. Oké, deze is zeg maar veel flatterender qua hoe strak die zit. Maar dit is gewoon alleen al niet te doen. Als je naar de wc wil, hij zit hier ook boven te strak. Maar zie je wat een verschil qua model van zo'n pak. Dat is niet te doen, joh. Je hebt hier een moeilijke knoop en allemaal moeilijke knopen. Dan ben je echt 30 uur bezig. Ik vind ook, nee, hij zit niet mooi. Oké, interessant. Dit is een pak van Morgan. Super grappig, want dat merk daar shopte mijn moeder en ik vroeger vaak in de outlet in Frankrijk. En het is een pak wat ik niet per se snel zou kiezen, donkerblauw. Maar ik zag hem en toen dacht ik, dit is echt een flatterend pak. Maar hij zit eigenlijk toch ook net een klein beetje te strak. Wel heel mooi. Nee, kijk. Jammer, want dit is wel echt een sexy pak. Wel een aanradertje, denk ik. Want als je dus echt een pak zoekt dat helemaal strak op je lichaam aansluit, is dit echt een prachtig pak. En ook een heel lekker dun stofje. Ik heb even de spiegel beter gezet, zodat je het beter ziet. Ik twijfelde heel erg bij dit pak. De reden dat ik twijfelde was omdat ik niet wist of ik dit mooi vond bij mezelf. Maar dit vind ik dus echt prachtig. Alleen hij tekent hier heel erg. Zo jammer. En dat is gewoon niet nodig. Weet je, het is niet nodig. Dit is echt geen dikke buik. Alleen je ziet gewoon die lijnen en dan vind ik het... Ja, je hoeft dat niet te zien in een pak. Natuurlijk kan je dan een soort corrigerende kleren eronder gaan dragen. Maar dat is niet echt my thing. Ik wil gewoon lekker strenger onderaan doen. Ik vind ook dat dit eigenlijk net te wijd is. Het zou meer strakker moeten zitten. Maar super mooi pakkie. Als je wil weten waar iets van is, moet je het gewoon even vragen. Dan zoek ik het voor je op. En dan eerst liet ik altijd zien waar alles vandaan kwam. Maar als mensen het toch niet willen weten, hoef ik het ook niet te zeggen. Dus dan laat ik het weten als je het vraagt in de reacties. Jammer, want ik vind hem heel chic. En hij zit verder ook gewoon mooi. Weet je wel, het is puur dit. Ja, moet ik dan corrigerend ondergoed eronder gaan dragen? Oeh, hele leuke broek. Maar ook, ik vind dat ook hier dan een beetje strakkig. Denk ik, hij hoort losser. Maar broeken lopen ook heel snel uit. Dus dat vind ik altijd een beetje lastig. Kijk nou, hoe leuk. Is toch geweldig? Ja, ik denk dat dit dus heel erg uitloopt. Dus deze moet ik misschien in overweging nemen. Dit jurkje vind ik niet leuk. Nope, I don't like. Dit is die broek van vorige week in de maat kleiner. Maar ja, dan is het meteen weer te strak, vind ik. Lastig zeg. Misschien zit ik me echt in zo'n soort van tussenmaat. Kijk, ik heb even mijn schoenen niet goed aangetrokken. Maar dit vind ik dus heel leuk. Deze broek zit wel lekker. Ja, het is gewoon, kijk, als je kritisch gaat kijken, is het gewoon hier net een beetje te strak. Maar het is dan maar zo. Deze zit wel echt oprecht heel chill. Leuk met gaten. En dit jasje heb ik bij een rokje besteld. Dus ik ga even dat rokje aandoen. Dit rokje is helaas net te klein, maar dit was dus het ideetje van het setje. Hoe leuk is dit? Ik weet niet of dat rokje er... Pieces valt heel klein, het is al XL. Dit is toch amazing? Dit vind ik zo leuk. Het zijn een beetje die vibes van dat pak die Monica aan had op de verjaardag. Niet hetzelfde, maar een beetje, als je snapt wat ik bedoel, zo leuk. Ja, hier hou ik heel erg van. Ik denk niet dat ze het rokje nog in een andere maat hebben. Wel lovely. Het rokje zit al echt te strak hier en hier. Dan moet je ook nog dat jasje erin doen. Ik denk niet dat ze hem kleiner hebben, jammer, want ik vind het super leuk. Ik ben ook echt verliefd op deze shoes. Deze schoenen, nee. Het is net een beetje lomp. Een rare mannelijke punt. Hoe cool, zilveren schoenen hierbij. Als je wel zo zilveren laarzen hierbij hebt.
zieke laarzen. Die ik nooit ga dragen. Ik vind ze heel leuk. Het was allemaal in de sale. En ik dacht, misschien ga ik het wel ooit dragen. Maar ik weet gewoon dat ik dit niet ga dragen. Ik vind het wel heel cool. Ik had gehoopt dat deze leuk waren van Shabby's. Ze zijn wel duur, maar ze waren echt van 400 voor 200 of zoiets. Echt heel duur. Maar het is eigenlijk net als strak bij mijn kuiten, waardoor die niet hoger gaat. Ik heb ook een hele grote voet zo. Nee, maar door die krachttraining worden mijn kuiten ook niet echt smaller of zo natuurlijk. Maar dit is ook niks. Nee. En dit vind ik op zich heel mooi staan. Maar wanneer draag ik dit? Ja, voor een avondje uit. Ik vind het niet helemaal mij. Het staat wel. Ik vind dit gewoon altijd een beetje, zeg maar dat spijkerrok dingetje. Dat is echt hoe ik mij voel. Gewoon echt lekker jeugdig en zo. Daar hou ik heel erg van. Dit is meer wat voor oudere dames. Maar het staat. Alleen, ik voel me het niet zo. Maar ik vind hem wel heel mooi. En zelfs zonder BH zit hij al echt super mooi bij je borsten. Hij zit ook lekker. Hij zit gewoon heel zacht. Terwijl het glitters heeft. Dus misschien moet ik deze wel in overweging nemen voor in mijn kast. Wat vinden jullie? Snap je wat ik bedoel? Een beetje oude vrouw. Daar hou ik niet zo van. Dit is gewoon waar ik van hou. Dit jasje vind ik niet per se leuk op deze broek. Maar misschien hou ik dit jasje wel. Maar ik vind het jasje wel minder vet als het geen setje is. Maar ik vind hem wel, ook dat tekentje, dat lijkt best wel fancy. Ik vind hem wel heel leuk hoor. Aangezien ik echt van denim hou, denk ik dat ik dit jasje wel hou. Ik vind de maat eigenlijk ook leuk. Maar dit vind ik dus zo leuk. Dit wil ik al zo lang ook dit soort kleren aan eigenlijk. Gewoon lekker baggy en dan... Oh, ik ben helemaal verliefd. Dus ik denk dat ik dit sowieso hou. Oké, over 2 uur moet het op verjaardag zijn, dus ik ga nu even stoppen. We hebben dus een verjaardag, maar ik heb niet echt zin om klaar te maken daarvoor. Snap, ik heb een beetje zin om gewoon zo te gaan, maar dat vind ik gewoon niet dit. Maar ik snap ook wel een beetje chill. Ik heb niet echt in een leuke verjaardagsoutfit of zo. Weet je wat ik dat soms heb met kleren? Nu maakt dit me dus heel gelukkig. Ik ga deze schoenen met deze broek, maar ik weet gewoon, op een gegeven moment vind je het niet meer zo leuk. Omdat je het dan al gewend bent. Nu vind ik dit helemaal het einde gewoon. Zo vet vind ik dit. Ik ben helemaal verliefd. Het ontbijt was een shakey en ik heb nu echt vet veel zin om courgette pasta met pesto te eten als lunch. Dus dat ga ik doen. Er blijft niks van over, het slinkt er helemaal in. Ik ga ook nog lekker garnaaltjes erbij doen. Ik heb veel eiwit hebben die. Dit zijn dus echt ziek chille garnalen ook volgens mij. Zonder... Een soort afgehakte garnalen. Kijk hoe raar deze garnalen zijn. Maar wel heerlijk, heerlijk. Oh, ik ga nog een schepje van dit erbij doen. Dat lijkt me lekker. Oh, dat ruikt echt lekker. Truffel. Deze garnalen zijn echt geweldig. Helemaal perfect schoongemaakt. Yummy. Oké, ik moet even wachten op het cadeautje dat nog bezorgd wordt. Super laat. Voor jullie zelf verjaardag. Ik heb net lipliner opgedaan. Maar ik heb dus een outfit aan die ik heel leuk vind. Het is toch de witte broek die ik heb gehouden. Als ik hem niet te hoog trek, vind ik hem gewoon goed zitten. Ja, dit Haza is niet te kort. Dus Haza vindt het best wel raar. Maar ik vind het dus heel leuk. Maar ik moet er van houden. Met mijn nieuwe fave shoes. Nu doe ik even snel mijn make-upje op. De truc is om het gewoon te doen zoals ik het elke dag doe. En dan vind ik het altijd het mooiste. Gewoon niet te veel. Vaak als ik dan voor een feestje een stel ga opmaken, dan doe ik dus best wel veel. Terwijl ik er helemaal niet van hou. Dit wil ik ook niet. Ik hou gewoon niet van overdreven. Ik hou er gewoon niet van. Overdreven vind ik gewoon niet mooi. Maar ik voel dat mijn huid een beetje droog is. Ik ga echt stuk als Elisa dit straks terugziet in de vlog. Er ligt hier alleen zonnebrand. Dus kijk dan maar zonnebrand. Waar je huid volgens mij nog droog van wordt. Maar oké. Als het pakketje er niet is, ga ik gewoon hoor. I don't want to wait too long. I'm going to do my make-up. En dan... ik vlog echt altijd heel weinig als ik... op verjaardag ben, zoals jullie weten. Dat is niet eens expres, maar dat is gewoon omdat ik denk, ja, wat moet ik eigenlijk hier filmen? Ik ben, wat ik al laatst zei, echt een thuisvlogger eigenlijk. Of een autovlogger. Kan je niet nog een laagje poeder, want dan is het weer too much. Too much. Wow, kijk. Ik ging even boven kijken in mijn la bij mijn lipglossjes en zo. Toen vond ik deze. Die is volgens mij gewoon van Catrice. Ja, Essence. Die heb ik volgens mij nooit gebruikt nog. Ik weet niet, ze zullen dat wel niet meer hebben. Dus ik denk, ik ga die eens opdoen. Ik gebruik natuurlijk eigenlijk alleen nog maar die natuurlijke producten. Daardoor gebruik ik ook al die 1000 lipglossen die ik heb nooit meer. Maar deze brandt. Op TikTok zie ik nu steeds van die TikToks van zo'n duur merk. Ik weet even niet welk. Met van die lippenplumping glasses die je dus echt heel erg voelt. Maar ik was natuurlijk voordat mijn schoonmoeder me over ging halen om alleen maar natuurlijke te gebruiken. Klont, ik haat klonten. Toen gebruikte ik natuurlijk altijd ziek veel liplossen. Vooral echt van Catrice en zo. Vond ik altijd geweldig. En heel veel plump. Ik ben dat gevoel wel gewend van toen. Maar, dat is eng voor jullie als ik dat doe. Ik vind het trouwens leuk om steeds een beetje van die
preparing opmaakstukjes te zien. Zoals je dan, als je oplet, zie je dat ik altijd hetzelfde doe. Ik ga toch even deze lelijke sloggy oma BH hieronder aantrekken. Want ik vind het toch iets te erg losse boobs. Hij zou maar op een of andere reden uitgaan. En dat je dan completely fully naked bent. Dat heb ik al met als dat jasje omhoog gaat. Dat je dan echt, dat je hele buik gewoon nog bloot is. Maar oké. Okay. Dat was weer een kijkje in mijn gedachtegang. En dan, dit voelt echt heerlijk burning. I love it. Ik vind het ook wel mooi, een beetje rood hierbij. Ik moet wel nu gewoon een beetje gaan opschieten. Omdat haar dus al eerder weg is gegaan, denk ik dan, oh, het cadeautje is er trouwens. Dan denk ik, ik heb alle tijd. En nu is het nog lekker weer om te fietsen. Dus ik moet eigenlijk nu gewoon even nog één laagje mascara doen en dan gewoon ophouden. Wie is er zo? Ik heb het idee dat heel weinig van mijn volgers zeg maar een beetje hetzelfde zijn. En dat heel veel van mijn volgers juist opposit zijn en het heel grappig vinden om juist te kijken in het leven van iemand die totaal anders is. Ik heb ook bijvoorbeeld mensen zoals Lottie, die zegt dan zus of zo, of je had mijn zus kunnen zijn. Maar anderen zeggen weer, we zouden echt best friends kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat je hetzelfde bent als ik, want vaak als vriendinnen ben je juist wel ook een beetje anders. Ik denk twee Charlottes bij elkaar word je wel gek. Maar ik denk dat dat op zich met veel mensen wel zo is. Als je twee van jou hebt, ook als je heel rustig bent, ja, dat is ook ziek saai. Als je twee van jou bij elkaar zet, vind ik dan, hè. Wow, deze brandt deze lipgloss. Holy moly. Wij zien iedereen dus echt elke week in april. Met als afsluiting onze verjaardag eind april. Water reminder. Ja, ik heb echt geen water gedronken. Oké, ik vind het goed. Moet ik beneden ook even een lipglossje of een natuurlijke lipbalm pakken, zodat ik dat ook bij me heb. Nou, wat interessant allemaal. Oké. Ik vind het helemaal leuk en het is natuurlijk ook een beetje mooi weer. Dus dan vond ik het ook gewoon, dan wil ik niet meer in een zwart jurkje of zo. Ik ga dat ene jurkje toch niet houden. Ik deed het net nog aan en toen dacht ik, ja, heel leuk. Hij was maar 15 euro, maar I don't feel it. Ik wil gewoon kleren aan waar ik helemaal blij van word. En dat zijn dit soort outfits, die ik dus vroeger eigenlijk niet droeg. En nu dus wel. Dus we gaan vooruit. En ik vind het heel leuk om steeds in de vlog te zien dat ik hier dan zo op zaterdag mijn outfit aan jullie laat zien en zo. Ik bedoel, hoe anders is deze outfit dan die van vorige week met het pak? I like. En ik vind dit patroon gewoon heel leuk. Dus laat even weten hoe jullie deze outfit raten. En nou, waarschijnlijk vlog ik dus niet meer vandaag. Maar misschien wel. Alright, ik voel me fresh. Cadeautje. Een soort van haarspel wat ze heel duur vindt. En meestal niet voor zichzelf koopt. Ik denk, doe er nog even een lekkere reep choco bij. En een lekkere flesje rosé. Het is niet ingepakt, maar lekker boeiend. Ze weet toch wel wat ze krijgt. Nou ja, op die twee dingen na dan. Maakt haar niet zoveel uit. En ik vind het zo'n leuke outfit. Niet per se verjaardag outfit, maar ik vind het echt Charlotte. Dan heb je wel als je mijn outfit leuk vindt. Ik ben helemaal blij hiermee. Ik kan echt niet wachten om helemaal lekker nieuwe dingetjes te gaan shoppen. En gewoon een nieuwe kledingstijl te krijgen. Happy de peppy, ook met mijn haar, alles. I'm happy. En ik vind het grappig, want ik heb nu dus niet een kledingcrisis waardoor ik te laat ben. Maar ik heb juist dat ik heel veel nieuwe dingen wil proberen, waardoor ik dan laat ben. Dus dat moet ik gewoon eigenlijk op andere dagen doen dan op de dag dat ik een verjaardag heb. Hi. Oh my god, de spierpijn in mijn benen, mijn billen. Ik kan echt niet fietsen, ik ga dood. Nee, dat is anders. Ken je niet meer? Ja, maar ik film jou, hè, nu. Multiplein. Die begint bij 0,0 en dan gaat hij één keer inzet, twee keer inzet. Nou. Zeg maar gewoon net zo lang wachten tot je durft. En nu is het zo. Oh, dus dat betekent dat het lekker is. Dat was heel gezellig en ik was echt heel blij met mijn outfit. Nu lekker slapen. Good morning. Ik heb dus vannacht met vlechtjes ingeslapen. Kijk, ik vind dat echt best wel leuk. Want ik hou ervan als het hier gewoon een beetje plat valt. En hier golft het. Cute, toch? I like. Ja, wij gaan... oh shit, mijn badcamera is leeg. Oké. Wij gaan eventjes naar de karwei om te kijken of we die ene stoel die Olivier en Melissa hadden. Die soort teddystoel, of we die leuk vinden voor beneden in het kantoor. En we gaan misschien nog even naar de juwelier om voor onze verjaardag iets uit te zoeken. En misschien nog even naar Den Haag Megastores om te kijken voor een slaapbank of zo. Iets voor het huis gaan we in ieder geval doen. En ik heb dit aan. Gewoon weer mijn zebrabroek. Mijn nieuwe favoriete schoen waar ik verliefd op ben. En deze oude webshop trui. En dan niet te veel sieraden. Want oh mijn god, hoe leuk is dit? Oude webshop ketting. Heb je oorbellen. En ik ga nog even denk ik een beetje een poedertje en concealertje doen. En geen mascara. En mijn brows heb ik nooit meer te doen. Wow, deze lipgloss is wel ziek hoor. Ik heb gisteren maar twee wijntjes gedronken, maar wel pasta salade gegeten. Super brownie. En ik voel het meteen aan mezelf. Maar het maakt niet uit, want één dagje niet en het is weer goed. Maar deze lipgloss is echt fantastisch. Ik denk dat die er niet meer is. Dit is bizar. Alright, time to go.
Ik ben echt gewoon verliefd überhaupt op flared broeken met sneakers. I love it. Ik heb de stoel gespot. Kijk eens. Oh, ze hebben hier echt mooie meubels. Kijk, daar is hij. Ga erop zitten. Oh, die in het groen is ook mooi, zeg. La 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 la. La 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 la. Nee, hier kan je ook gewoon met z'n tweeën op. Oh, ik vind het wel lekker. Maar ik vind hem wel iets minder mooi dan ik had gedacht. Een beetje vergeleken met de stoel die we al hebben. Is wel een beetje een ander stofje. Wat vind jij? Nou, hij is wel mooi. Ik zag dit kussen. Toen dacht ik, die is vet mooi bij die stoel. Dus ik deed zeg maar dit. Toen dacht ik, wauw, dit is echt prachtig. Maar toen ontdekten we dus dit. 1, 2. En toen dachten we, ja, we hebben natuurlijk een groene muur. Dus ik vind dat we dit kussen mee moeten nemen. Super mooi. Okay, we hebben dus 3 tafels. Ja, dit vind ik heel lelijk. Ja, we zijn met mijn oude auto en het past net. Kijk, deze oldschool tram met stempelautomaat. Hoe cute. Echt leuk. Zo, ik heb daarna helemaal niks meer gevlogd, maar wij hebben echt vet veel bereikt. Qua huis, qua kantoor en zo. En beneden, maar dat ga ik allemaal morgen laten zien. Dus in de volgende week vlog. Echt heel blij. Het is nu 9:15. We gaan nu pas avondeten, want we hebben echt, nou ja, gewikkeld. Heel blij mee. Het is echt een mega makeover gaat het worden. Het begint eigenlijk een beetje het einde in zicht. We hebben lekker gezond. Het is weer van die nasi rijst van de Dirk met kip. Heel simpel. En dan die sambal erbij. En lekker koolhydraatarm en gezond. Dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. We gaan lekker de Verraders kijken. Echt zo moe nu. Maar wel voldaan. Dus doe even je duimpje omhoog. Vergeet geen reactie achter te laten. Abonneren. Te volgen op socials. En dan zie ik jullie bij de volgende weekvlog. Doei.